direct mail is een heel mooi medium. Voor iets wat tastbaar is heb je toch nog even wat meer aandacht dan iets wat digitaal is en wat vluchtig is. Met aandacht zetten we onszelf en wat we doen in de spotlight. Het maakt ons succesvol, maar we leven in een wereld vol afleiding. Onze aandacht is vluchtig, er wordt van alle kanten aan getrokken. Ik ben eigenlijk iemand die aandacht gewoon heel belangrijk vindt, dat dat altijd oprecht en 100% is. De andere persoon verdient dat, vind ik. Mijn man en ik vinden het hartstikke leuk om te gaan kamperen. Dat is gewoon echt even helemaal rust. Lekker in de natuur te rust komen met elkaar. Een boekje erbij. Kamperen en ANWB gaat al heel ver terug. Het is wel grappig dat er vroeger oefenkampen werden georganiseerd door de ANWB in begin jaren 40. Om de Nederlander te leren hoe men moest kamperen. De ANWB heeft 4,4 miljoen leden, maar doelstelling om daarin te groeien en daar denk ik campagnes en acties rondomheen. De belangrijkste groep is voor ons de Empty Nesters, noemen ze dat ook wel, en daarbij gezinnen met jonge kinderen. Ook al is ANWB natuurlijk een heel bekend bedrijf en ben je er lid van en is het helemaal geen verrassing dat je daar iets van krijgt, is het per e-mail communiceren toch altijd al iets minder waardevol dan een direct mailing sturen. Ja, het stukje tastbaar, dat maakt toch wel een groot verschil. Als we een direct mail versturen, dan is het altijd in combinatie met een electronic mail. En daarnaast wordt op de landingspagina gecommuniceerd en in de winkels ook. En daar verwijzen we vanuit de direct mail ook naartoe. De PostNL-app biedt de mogelijkheid om je post alvast te zien voordat je het binnenkrijgt. Een extra herkenningsmoment in je campagne. De kans dat het geopend wordt en dat er iets mee gedaan wordt, wordt daar ook mee vergroot. Ik vind het heel mooi wat er allemaal mogelijk is met personalisatie. Dat er aandacht is voor jou, dat is natuurlijk het mooiste. Vorig jaar hebben we het ook gedaan, zo'n onderzoek, en daar is het een en ander uitgekomen. Bijvoorbeeld dat bepaalde dingen niet helemaal duidelijk waren of dat er te veel tekst in de DM stond, waardoor mensen het niet geneigd waren om het te lezen. Die feedback, daar hebben we echt iets mee gedaan en bepaalde zaken gewoon wat duidelijker neergezet en echt gezorgd dat het minder teksten zijn. Wat er dit jaar uit het onderzoek gekomen is, daar blijkt gewoon dat we goed geluisterd hebben en dat we de juiste dingen veranderd hebben. Ik ben eigenlijk best wel trots op het feit dat 92% van de ontvangers van de direct mailing hebben aangegeven dat de postfrequentie goed is. En dat vind ik in deze tijd heel erg mooi. Dat je als bedrijf het toch voor elkaar krijgt om niet te spammen en overladen met informatie. We hebben elke maand de kampioen. Nou ja, een welkomstpakketje als je nieuw lid bent. Heel veel tastbare momentjes om met het lid te kunnen communiceren, ja zeker. Eigenlijk kun je dus zeggen dat ANWB en de deurmat onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.